Aflevering nummer 5 alweer. We staan op dit moment in Zoetermeer, zoals afgesproken. En ik moet zeggen dat de strijd tussen Hengelo en Zoetermeer was echt dit. Uiteindelijk heeft Zoetermeer gewonnen, dus staan we ook in Zoetermeer. En we hebben natuurlijk weer aanstekers bij ons. En niet zomaar aanstekers. We hebben een hele aparte bij. Moet je deze kijken, de Pyro Stick. Dat is gewoon een soort vierpit. Dat is echt mijn favoriet. Maar dan van de die gaan we ook weggeven. Deze kun je ook aanzetten. Die gaan we ook weggeven zometeen. Kijk. Een drazende knopje. Oh shit. Dus echt plasma van jouw tech. Ja, wel lachen die. Zeker. Die doet heel erg veel. Deed heel veel weg van een vierpit stormaansteek. Oh, we gaan even kijken hoeveel mensen er zometeen zijn hier in Zoetermeer. En zoals jullie weten, jullie kunnen hieronder kunnen jullie ook neerzetten in welke stad wij volgende week moeten gaan afsteken. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dat zal worden. Deze gaan we weggeven. En nog steeds hebben we hier voor jullie een kortingscode. En hier voor jullie een kortingscode. De ene kortingscode is volgens mij voor de eerste 25 mensen die bestellen. Die krijgen die kortingscode. En die andere die werkt tijdens deze aflevering, de hele aflevering. Er wordt al afgestoken hier zo. Dat is geen kat heen. Hoe ziek is dat? Dus we gaan nu even naar de locatie en dan gaan we afsteken. En check zeker even de link in de beschrijving voor deze aanstekers. Let's go. Dus we zijn nu onderweg naar het pleintje waar we hebben afgesproken. Ik zie op mensen staan volgens mij. Bij die school, ja man. En daarachter zit een parkje waar heel weinig mensen wonen en zo. Ik zie daar al een hele groep mensen van het plein afkomen. Die staan daar zo. Ik ben benieuwd. Kunnen jullie ons al zien? Bezem is trouwens ook aanwezig, jongens. Nou, we zijn er al bijna. Hoe we er komen, geen flauw bedoel. Maar we zijn al in ieder geval onderweg. Dus, het zijn iets meer dan 20. Ja, man. Lijkt net zombies. En al bezig? Ja. Ja. Hoe kom je daar dan? Ja. Hele luxe hier zo. Misschien zijn er best wel veel mensen. Mooie locatie, dus we gaan even stoken. Let's go. Lekker druk. Beginnen jongens, gewoon beginnen. Ja, hij heeft er een beetje lopen knutselen gisteravond. Ja, hey. Lekker op mijn zolderkamertje. Hup, zie je steen weer aan. Bas 9. Het waren illegale bommen dit. Dit moet niet gekker worden, jongens. Dit moet niet gekker worden. Ja, er zit gewoon een mooie eindbom aan. Ja, dat is leuk, hè? Dacht ik zo. Ik heb hier weer een aanstekertje. Deze jongen is de gelukkige. Thomas. En ik moet zeggen... Hey, Thomas! Hey, dit is de mooiste, hoor, van vandaag. Dit is de Pyro Stick. Het eentje met vier. Check. Als je hier aandoet, dan brandt hij. En dan doe je zo. Ik denk dat zo'n eentje. Check. Kan je stoken, man. Thanks, man. Moet je hem even uitzetten, ja? Ja. Ben je er blij mee, jongen? Zeker. Alsjeblieft, jij kan gaan afsteken, man. Dat is nooit van vandaag. Maar opladertje bij. En, altijd handig. Hebben we nog wat te stoken? Nee, ik heb alles opgemaakt. Oh, dan moet je even afsteken, dat is wel lachen. Als je wat te stoken hebt met dat ding. We hebben het We moeten hem wel even testen, natuurlijk. Ja, toch? Dan moet je dan. Ik heb hier, kijk, alles is op. Oh hier, doe maar hier wat. En als je even kijken of die aangaat. Als je even test, ja. Jezus. Ik kan hem gewoon, gooi hem daar. En in zijn nek. Lekker. Als je met een paar mensen afsteekt, een paar fonteinen. Gooi er een paar dingen op. Nee, eentje is goed. Story, niet kan die? Ja, ga ik.
Lekker. Als jij een aanstikker bij jezelf ja, wacht, ik wil even mooi filmen, jongeman. Okay. Mooie knetterking. Dit is een knetterking. Dit is de Pyro 015 King. Ja. Nee, uiteraard. Hey, dat is dat zie. Wat een bot, hè? Dat is dat zie. Hey, maar we hebben er nog één. Nog één, alle mouse. Het houdt hier niet op, hij hè? Hij tovert ze uit zijn zak, joh. Kijk. Kijk uit. Altijd handig, hè? Dat is een aansteker in mijn hand, de camera. Maar... Nou, het is toch wel lekker druk hier, zo. Hoor daar even eentje. Ik heb nog wat vette ballen erbij aan het einde. Mensen doneren! Kijk. Kijk, komen ze. Nou, dat wordt wat, hè. Kijk. Dan komt ie. Kijk. Heeft iemand fontein? Ik heb deze, ja deze. Ja, hier. Kom maar. Wow, dit. Deze is weg, hè. Ja, een beetje lelijk beeld. Wat met deze aansteken? Kom je van tijd zo erop. Ja joh, gooi er wel lekker voor joh. Ja. Ja, maar gaat ze wel. Oké. Okay. Gaat ie. 1, 2, 3. Ja, toch wat de ouderwetse manier. Zou je voor de bijna weten? Iedereen is lekker aan het stoken. Ja, we hebben veel huurders in ieder geval. Bij mij ook, gelukkig. Stoplichtie. Ja joh. Het klinkt zo. Nee, het is ook meer. Hey, zo waren van de week ook gaan stoken. Heerlijk. Maar dan alleen. Vond de camera, ging het te fout. Nou, het viel mee. Hier is het wat makkelijker op te ruimen zo. Kijk, als hij omhoog staat. Zo, die zijn echt gevaarlijk. Ik denk dat ze gekke tol is. Oh, steekt het alle twee. Hé, oh wacht. Niet. Ja, steek er nog eens eentje af. Die zijn eigenlijk best wel slecht, hè? Deze? Ja, man. Ik vind er niet zo heel veel aan. Och, 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 och. Bijna weg. Ja, man. Bijna. Hey.
Oude Jan. Oh, dit zijn het, hè? We hebben nog een aansteker. En deze is toegekend aan deze jongen. Kijk eens. Lekker, voor jou. Man. Mooie blauw, hè? Jij kan gaan stoken. Heb je nog wat in een tasje? Als je deze oplaadt met auto en nieuw, dan kan je lekker stoken, man. Ben je er blij mee? Alsjeblieft, man. Gewoon een setje, moe. Nou, helemaal voor camera switchen. Dankjewel, man. Luca, liep zo mee. Ik ga er niet staan. Nee, gaan we even een stapje plunderen, hoor. Maar wat hebben we nu? Ik zeg je eerlijk, ik heb nu 5 pakken van kinderboeren. Even gaan toe. Ik heb nu 5 kinderboeren van punten. En die heb ik zelf niet thuis liggen. Ik dicht ook terecht te kijken. Ik heb nu de foto van de straat. Oh, kijk. Dit is twee oude aantekeningen. Ja. Oh, kijk, ze zijn bezig. Hou de gang op, hou de gang op. Wel ging je de hele tijd de stemming bijhouden. Waar kan je zo'n aansteker kopen die je hebt? En toen uiteindelijk gewoon met de schijfvuurwerk. Wat gebeurt hier allemaal voor kom op, jongen. Maar dit zit allemaal op. Hé, hey, dan moet je uitkijken, joh. Niet zo terugrennen naar Delft. Ja, zeker. Ja. Dat wordt echt maar. Wat? Volgens Antwerp. In het berg, jongen. Oké. Okay. Hey, aansteken! Hé, hey. Hey, Bermuda's, jongens. Dat is geen kat heen, hè? Echt wel. Ja, maar we zijn niet net met mij. Hé! Dat iets dichterbij is ook dat. Zo kijk ook, zo leren. Wat is er? Nooit als ze klaar zijn. Spijgers voor Edwin! Ho ho! Daar gaat hij! Ja, dat was 6 euro. Dit was Zoetermeer.
Veel mensen gekomen, er wordt gewoon afgestoken. En hij is shit hoor. Er zit op het dak. Het is niet normaal. Daar komt hete shit vanaf. Ja, hè? Dat is koud vuur. Dus, dit was best een zieke aflevering. Er waren veel mensen gekomen. Laat allemaal even in de reacties achter waar we volgende week moeten gaan stoken. De allerlaatste. Ik ben benieuwd waar we heen gaan, man. Dus laat het weten en ik hoop dat jullie volgende week weer gaan kijken. Later. Ja, jongens. We houden woord op tijd elke week. Nou ja, Mies oud woord. Ja, man, we gaan zeker even opruimen. Deze bezem is helemaal naar de tering, kijk maar. Maar deze bezem heeft ook een hoop meegemaakt, hè?